Ja, winnen voelt altijd lekker. En ik denk ook de manier waarop. We hebben zeker de eerste helft behoorlijk voetbal laten zien. Hoog druk gezet daar waar het kon. Veel kansen gecreëerd, een paar goede doelpunten gemaakt. Dus ik was zeker over het eerste uur tot 65 minuten zeer tevreden. Ik denk dat de start een beetje moeizaam was. Ook met veel nieuwe jongens natuurlijk, maar een beetje naar elkaar kijken. Uiteindelijk na een kwartier kwamen we denk ik beter tot spel. En dan zie je als je met dit soort buitenspelers, als je die veel in de 1 tegen 1 kan krijgen, dat je veel kansen kan creëren. En uiteindelijk 3 mooie goals gemaakt de eerste helft. Dus ik denk prima pot, tweede helft. Ik denk ook dat de jongens veel goede dingen hebben laten zien. En ja, natuurlijk nog veel verbeterpunten, maar we zijn pas net begonnen. Natuurlijk is het iets anders dan een competitiewedstrijd. Je legt iets meer de nadruk op hoe je wil spelen. Niet alleen op winnen natuurlijk. Normaal in de competitie is het winnen het belangrijkste. En nu is het wel, wat wil je laten zien, wat wil je verbeteren. En je bent ook vooral met elkaar bezig. Dus ja, ook omdat er natuurlijk nu geen publiek bij is, kan je meer praten en zo meer neerzetten. Dus ja, daarin hebben we wel stappen gezet vandaag. En maar daar moet nog meer. Zij het al 3 mooie goals. Waar vind jij nou de mooiste? Die was wel hard. Ja. Oh, ik ga dan voor die. Maar ja. Mooie, ook mooie goals gemaakt. Ja! Ja! De eerste wedstrijd natuurlijk tegen Den Bosch was echt een hele grote mix van spelers en daar waren we niet tevreden over. En, we hebben van de week veel accenten gelegd op wat willen we als we de bal hebben. En nou, die momenten heb ik teruggezien in de wedstrijd. Veel mensen tussen de linies, veel beweging. Rotatie op het middenveld, allemaal dat soort termen. Nou, dat heb ik bij Vlagen teruggezien. En met name de laatste 2 dagen de aandacht gelegd op het druk zetten. En dat, ja, dat gebeurde ook met overtuiging. Dus wat dat betreft heb ik veel dingen gezien die positief zijn. Uiteraard ook een aantal dingen die nog verbeterd moeten worden. Maar nou, daar is het ook de tweede wedstrijd van het seizoen voor. Ja, welke dingen zou je graag dus beter willen zien? Nou, ik denk dat we met name qua organisatie moet het nog beter. Ik denk dat we elkaar ook nog beter moeten coachen om elkaar te helpen. En daarin zie je nog wel dat er dingen verbeterd kunnen worden, zeker. Je werd ontzettend veel in het spel betrokken. Hele gevaarlijke dode spelmomenten. Je lijkt je als een vis in het water te voelen op het middenveld. Ja, Ajax altijd veel de bal natuurlijk. Is altijd lekker. En ja, ik heb het al eerder gezegd, maar met dit soort spelers. De spelers voor mij natuurlijk ook iets nieuws. En dat is lekker dat je met zulke goede buitenspelers kan spelen. Met jongens, ook zoals Davy, met zoveel ervaring die dan ook mij weer veel kan leren. Dus nee, ja, erg blij met dat ik hier ben en dat ik deel van de ploeg kan zijn. Ik ken Branko al wat langer en heeft zich met name de laatste paar jaar in Frankrijk goed ontwikkeld. En hij, ja, je ziet dat hij wel flair en voetbal aan deze ploeg toebrengt. Constant in beweging, goede paas. Dus nee, ik vind dat hij, ik ben tevreden over zijn ontwikkeling bij Ajax. Afgelopen weken vertrokken natuurlijk Jurriën Timber en Dusan Tadic. Ja, hoe vond jij dat zij vertrokken? Ja, natuurlijk jammer. Dat zijn natuurlijk twee topprofs. Ja, uitstekende spelers, aanvoerders van de ploeg. Gave leiding. Dus ja, die spelers wil je natuurlijk eigenlijk gewoon in je ploeg houden. Zeker als je weer om de prijzen wil spelen. Maar ja, het zat er zeker met Jurriën zat het er al aan te komen dat hij de transfer zou maken. Nou, Dusan die heeft ook voor iets anders gekozen. Dus dat is voor mij als coach wel jammer. Aan de andere kant gebeuren dit soort dingen. En ben ik dan wel weer blij dat als het dan toch gebeurt, dat het dan maar zo snel mogelijk gebeurt. Want dan kunnen we ons ook gaan versterken op die posities. Kijk, hoe langer dat duurt, nou, ga je richting de competitie. En dan is het gewoon, dan lukt het ook wel. Maar dan heb je wat korter de tijd om spelers in te passen. Dus ja, we hebben intern daar ook over gesproken. Dan als de jongens toch de transfer willen maken, dan maar zo snel mogelijk. Vandaag was Davy Klaassen de aanvoerder. Dusan was natuurlijk van tevoren de aanvoerder. Jurriën was ook een van de leiders. Ja. Hoe zal dat de komende weken zich gaan ontwikkelen? Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Gewoon kijken hoe zich dat ontwikkelt. Kijk, Davy is op dit moment een van de meest ervaren spelers. Is ook een van de spelers, of ik denk de speler met de meeste wedstrijden in Ajax 1. Voorbeeld in de groep. Niet alleen qua persoon, maar ook qua drijf. Dus op dit moment is hij deze wedstrijd aanvoerder geweest. Ik weet nog niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik ben ook nooit zo'n coach van, we hebben echt maar 1 aanvoerder. Ik vind, je moet altijd een aantal aanvoerders in je ploeg hebben. En natuurlijk, dan moet er altijd 1 de scheidsrechter een hand geven en een kant kiezen. Dat is duidelijk. Maar ik hoop altijd op 4-5 jongens die de leiding nemen in het veld en buiten het veld. Dus, en daar is Davy er 1 van. En of hij nou wel of geen band heeft, dat maakt in mijn optiek voor hem niet uit. Wat algemene, hoe waren je eerste weken hier in Amsterdam? Was het lekker weer om weer terug te zijn? Ja, heel...
ik weet niet, heel warm en heel Nederlands. Ja, daar ben ik ook, was ik ook niet meer gewend, dus dat is ook fijn. En ook veel, veel, net zoals de keukendames en zo, allemaal mensen die hier zaten toen ik in de jeugd zat. En om die weer te zien, fysio's ook mee gewerkt van tevoren, dat is wel leuk. En ja, altijd warm ontvangen en ja, blij hier te zijn. Ja. Met wie trek je nou heel veel op hier in deze ploeg? Jay meeste tot nu toe, denk ik. Omdat, we hebben ook allebei de keukenkampioen-divisie meegemaakt, misschien daarom. Ja, daar maken we soms grapjes over. En ja, Davy, Steven, Berghuis. Maar eigenlijk iedereen is relaxed. Ik ben ook veel met Owen. Goede connectie al wel met Bergwijn, die, ja, die exceptionele kwaliteit heeft natuurlijk. Dus ja, blij om met iedereen te zijn. In mijn optiek natuurlijk, je moet wennen sowieso aan allemaal nieuwe spelers, allemaal nieuwe stafleden, veel mensen. Veel indrukken, maar ja, daar heb ik toch wel 2 weken de tijd voor gehad en genomen ook om iedereen goed te leren kennen. Ja, en dan uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om met je ploeg aan de slag en met je staf aan de slag. En dat is bij elke ploeg hetzelfde. En natuurlijk, hier is natuurlijk alles veel groter en wordt alles breed uitgemeten. Maar de basis is wel gewoon zorgen dat je met je ploeg aan de slag gaat, op trainingen beter worden en je spelers beïnvloeden. En dat, daar zijn we vanaf dag 1 mee begonnen. Dus in dat opzicht is dat eigenlijk overal hetzelfde. De jongens werken hard, er is plezier en je merkt wel heel erg de gretigheid in de groep om er een goed seizoen van te maken. Dat proef je wel. Hey, volgens mij ben je ontzettend gelukkig hier, hè? Ja, tot nu toe wel, maar we moeten eerst zien hoe het begin van de competitie gaat en ja, laten we daar op focussen. We spelen zaterdag eerst Anderlecht en dan vliegen we maandagmiddag naar Duitsland voor 6 dagen. Ja, en dan in zo'n kamp kun je echt de accenten gaan leggen. Hè. Dan ben je gewoon 6, 7 dagen met elkaar en dan kun je echt de diepte ingaan, details bespreken met spelers. En, dus daar kijk ik wel heel erg naar uit, maar dat... Eerst deze week weer goed doorkomen, goede wedstrijd tegen Anderlecht spelen en dan hopelijk een mooie comeback maken wat de basis moet gaan leggen voor een mooi seizoen.